moderne tijden op hotel gaat, krijgt op de dag van vandaag geen sleutel meer, maar een digitale kaart. Het ziet eruit als een bankkaart, is er natuurlijk ja, een codering in en die codering is natuurlijk gelinkt aan één bepaalde deur. Tenzij het natuurlijk een loper is, maar in de meeste gevallen is het natuurlijk gelinkt aan één kamer, één deur. In dit geval hier mijn kamer, toch voor vanavond, kamer 530 van dit hotel. Goed, maar is dat eigenlijk wel veilig zo'n kaartje? Ah, ja. Is dat geen vals gevoel van veiligheid? Ja, want je denkt van, oh, met deze kaart, ik kan alleen maar binnen. Huh? Allee. Ik denk dat dat toch wel een beetje een vals gevoel is. En dat vals gevoel zal alleen maar stijgen, denk ik, als je verder kijkt naar deze video. Jawel, we gaan iets proberen. Ja, want dit soort systeem wordt niet alleen gebruikt in hotels, maar ook bij overheidsinstellingen, ook in gevangenissen, weliswaar voor het personeel en niet voor de gedetineerden. En nog andere, ja, toch wel zwaar beveiligde firma's die toch ditzelfde systeem gebruiken. Nu, ik vond iets op het internet. Dit hier. Een machientje, ja, een leuk machientje, op Wish voor 150 euro, ja, zonder verzendingskosten. En dat ziet er een beetje uit als een allereerste Ericsson, zo uit de jaren 90, hè. Hallo. Nee, het is geen zo'n Ericsson, het is eigenlijk een leuk apparaatje, tuut, ja, dat niet alleen tuut zegt, maar ook eigenlijk, ja, dit kan kopiëren en decoderen. Ja, interessant. Ja, snap je nu? Het onveilig gevoel. Je kan dit soort kaartjes zomaar kopiëren. Ja, waarom zou je een kaart van een hotel kopiëren? Ja, wie het programma hier een beetje kent, zal wel weten dat, ja, dat Jeroen daar wel leuke ideetjes voor heeft. Nu, je hebt daar niet alleen ja, dit machientje voor nodig, maar ook iets anders. Uiteraard ook ja, blanco kaartjes. Dat zit mee in de doos. Blanco, ja, staat iets op. En digitaal ook iets op. Dus blanco kaartjes. En ook hebben we dit soort. Ja, dat zijn zo eigenlijk wel sleutelhangertjes, zeg maar, met ook een chip in. Dat zit allemaal mee in de doos, ja. Wat zit ook nog in de doos is een USB-kabel. En die USB-kabel is wel belangrijk, ja, als er geen bij zit, koop je gewoon in. Maar je moet hem ook aansluiten aan de computer om een kaart te decoderen. Dus eigenlijk te ontcijferen. Dat gaan we doen. Ik heb mijn raam meegebracht met een Windows. Ik ben niet zo fan van Windows, maar ja, op een gewone Mac draait deze software niet, dus ik kan niet anders dan een raampje kopen of een raampje gebruiken. Kijk, ik vind zelf USB-poort niet. Hè? Ah ja. Oh nee, toch niet. Goed, dat is de HDMI. Ja, oké. Okay. Ja. Goed, we gaan eens kijken. De software heb ik intussen al geïnstalleerd. Aanmelden. Ja, oké. Okay. Restart. Oeps. Sluiten. Dus ja, dat ziet er ongeveer zo uit. Je ziet ook staan 2014. Het programma van 2014, nog 6 jaar oud. Nu denk je misschien, zou dat wel marcheren? We gaan het aansluiten. Ping. Goed. En ik ga deze kaart van het hotel inlezen. Vervolgens kopieer op een lege kaart of op een lege chip. Dat hangt ervan af wat de omstandigheden zijn. Dat gaan we zo meteen eens bekijken. Dus ik ga even start. USB connection. Dat is spannend eigenlijk. Ik denk misschien, ja, een kat in een zak. Het gaat niet marcheren. Hè? We gaan die kaart even tegenhouden. Ja. Kijk wat hij doet, kijk wat hij doet, kijk wat hij doet. Kijk wat hij doet. Wauw. Kijk eens aan. Een beetje dichter komen. Hij is gedecodeerd. Ha. Dus nu kunnen we de informatie die hierop staat, die nu hier tijdelijk is gekopieerd, gaan schrijven naar een lege kaart. Dat gaan we even doen. Right. Doe de kaart tegenhouden. Oei. Failed. Try again. Oh. Dit is het einde van deze aflevering. Bedankt voor het kijken. Nee. Ik geef het niet op hoor, maar... Dat doet hij niet. Oei.
Maar er zit hier ook nog iets anders bij. Sleutelhanger. Misschien doet hij dat wel. Haha. Hij is dus gekopieerd. Dus de codering van mijn hotelkaart hier, ja, staat nu hier ook op. Ik hoop natuurlijk dat dit nog zal marcheren. Ah ja, stel je voor dat ik deze nu een beetje heb beschadigd. Oeh, moet ik dat beneden gaan uitleggen aan de receptie. Oeps. Maar in principe is deze inhoud hetzelfde als deze inhoud. Ja, goed. Deze kaartjes doet hij niet. Ja, daar zal wel een verklaring voor zijn. Goed, ik ga even mijn raam terug aan de kant gooien. En dit hebben we eigenlijk ook niet meer nodig. We gaan hier gewoon testen en kijken of wij binnen geraken in de kamer. Laten we eens hopen, anders hebben we een klein probleempje. Oké, even kijken of hier alles... Is iemand in de buurt? Ja, toch zien dat we niet verdacht overkomen, ook met de camera hier in de gang. Is het een beetje een hoekje, dat scheelt nog wel. Oké, even testen. De eerste kaart, dus de originele kaart, de eerste test. Kunnen we nog binnen in onze eigen kamer? Stel je voor. Oké. Oeh, dat marcheert. Met dit kunnen we binnen. Ik heb het opzij steken. Dat gaan we misschien nog nodig hebben. En dan hier het kopietje. Ja, het kopietje. Het kopie. Kunnen wij met dit kopie deze deur open doen? Ja. We raken dus met een kopie. Het staat niet goed op, maar wat. We raken met dit kopie in onze kamer. Dus, dat wil zeggen, als wij mogen hier uitchecken en ik geef mijn originele kaart af, ja, dus in deze, wil dat eigenlijk zeggen dat wij, ja, eender wanneer met dit nog binnen kunnen in kamer 530 in dit hotel. Dat roept ideeën op. Ziezo, we zijn nu twee weken later, twee weken verder. En ik sta nu op diezelfde parking, ja, hier aan het hotel, hier in Gent. Nu, ik heb de wagen een beetje verder geparkeerd dan de ingang. Dat we ook niet te nee, opvallen, ja. En er staan ook een paar camera's. Toch een beetje voorzichtig zijn, want ik ga hier vannacht proberen slapen. Ja, ik zeg wel proberen, maar ik heb niet geserveerd. Oeps. En ik ga ook een beetje de infobalie, de receptie proberen te vermijden. Ja, allee, proberen, dat zal wel moeten. En ja, ik ga ook niet betalen. Ik ga niet betalen, want ik heb, zoals je weet, deze sleutel. En deze sleutel opent de deur van kamer 530 op het vijfde verdiep. Jawel, jawel. Dus we gaan het proberen. Dat zal wel lukken. Maar natuurlijk moeten we eerst voorbij die receptie geraken. En dan is er nog een ander, ja, scenario of, ja, situatie die zich kan voordoen. Dat is namelijk dat daar iemand aanwezig is. Ja, er staan niet echt gek veel auto's, maar ja, je zult het niet anders zien. Dus daar moeten we rekening mee houden. En stel dat daar niemand aanwezig is, moeten we ook rekening houden met het feit van dat daar iemand wel kan toekomen. Die nog, ja, een kamer heeft geboekt en toevallig ook kamertje 530 heeft toegewezen. En dan, hè? Oei, dan hebben we wel een probleempje. We gaan niet vanuit gaan, we gaan eens kijken van, raken wij, ja, aan de kamer zelf en kijken of dit nog marcheert. Ik ben daar bijna 100% zeker van. En dan zien wat er, ja, aan de hand is, of er iemand in die kamer zit of niet. Let's go. Oh, niet vergeten. Ja, je weet dat nog, we kennen waarschijnlijk nog de spuitbril met de verborgen ingebouwde camera. Ja, dit gaan we ook natuurlijk gebruiken. Ik weet, het ziet er nogal een beetje stuiterig uit, maar het komt goed. Het is voor de goede zaak. Deze camera gaan wij natuurlijk ook zoveel mogelijk proberen te filmen. En ik heb hier ook met een horloge aan, met hier ook de spycam ingebouwd. Dus dit komt. Wat mogen we natuurlijk niet vergeten? Ah ja, uiteraard. Hello.
Recepties zijn voorbij. Maar mijn tikken. Recepties zijn voorbij. En nu het vijfde diep. Want daar is dus ja, kamer 503. Dus diezelfde kamer van uiteraard ja, 2 weken geleden. Hè. Met dus dezelfde codering. Enfin, dat hopen we toch. Niemand in de kamer is. Natuurlijk kunnen we dat niet zien. We kunnen alleen maar horen. Ik hoop van niet natuurlijk. Zo ja, moeten we zo snel mogelijk uit de voeten gaan. En zo snel mogelijk terug naar buiten. En dan stopt het verhaal al. Het zou jammer zijn. Dus die al stoppen. Zo een gratis kamer, maar ik ga toch niet echt op mijn gemak. Ik ben een beetje moe, maar ik vind dat ik hier echt wel niet goed ga slapen. Want ja, zeker hebben. Ja, het kan nog altijd iemand binnenkomen. Het is nu iets na 8. Nee, er kan nog altijd iemand binnenkomen. Hè. Maar het is ook geen VTM, dus dat is wel kut televisie. Allemaal van die satellietzenders. Ja, ik ga mijn spullen niet te veel uitpakken, want dan moest nog iemand komen. De kuisvrouw die komt pas morgenochtend. Dus morgenochtend moeten we wel zien dat we wel, allee, het liggen wel alleen, maar ik zal het wel doen, hè, het gewoonte. Maar moet ik dus wel zien dat ik hier wel op tijd weg ben, dat de kuisvrouw mij niet betrapt. Hè. Ontbijt gaan we natuurlijk niet vragen, het draagt niet, dat is niet inbegrepen, dus natuurlijk niet inbegrepen, dus ze gaan het kamernummer vragen, tja, dat is niet bezet. Dus ontbijt vragen is sowieso ja, niet van toepassing. Dus ja, ik ga wel zien hoe dat loopt, maar ik ben in mak gaan slapen. Ik weet het niet, ja. Trouwens, ik heb hier zo'n, in de meeste hotels heb je zo'n systeempje dat je de kaart moet in een gleufje steken om licht te hebben. Ja. Dat kan je eigenlijk trouwens ook gewoon met een gewone bankkaart of met een gewone klantenkaart van de Carrefour. Hè. Dat kan perfect, want ik heb geen kaart. Dus heb ik ook perfect licht. Dus dat is eigenlijk ook wel snel opgelost. Dus stel dat je ooit je kamer wilt verlaten en je bijvoorbeeld nog batterij laat opladen terwijl je even iets gaan eten bent. Als je de kaart trekt, is meestal de stroom weg. Dus met dat systeem kan je wel ja, perfect ja, een kaartje insteken van de Carrefour of iets anders. En dan kan je wel perfect eigenlijk stroomvoorziening toelaten terwijl je eigenlijk weg bent. Dus een klein beetje. Hè. Dus ja, ik heb eigenlijk nog wel honger. Ja. Ik zou wel iets durven gaan halen, maar dat is ook wel een beetje gevaarlijk. Want ja, wat ga ik doen als er juist iemand binnenkomt? Allee, als juist aanwezig is. Ja, echt in mijn mak eigenlijk. Mijn gemak. Dus ja, kijk, zoals ik al zei, onveilig gevoel. Ja, het is wel, het is een vals veiligheidsgevoel, zeg maar. Hè, want je denkt van, oh ja, zo'n badge, is heel veilig. Maar blijkbaar op Wish zijn er toch al een aantal van die toestelletjes te koop. Dus ik wou het even testen. Dus ja, blijkbaar echt mijn gemak. Echt niet. Hallo? Wat komt u doen? Ja, ik heb die kamer geboekt.
dat is hier toch nummer 530. Ja, 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 ja. Ik denk dat dat een vergissing is, mevrouw. Ik denk dat, u best eens naar de receptie gaat. Ik vond het wel raar dat er licht kwam of zo. Ja, 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 ja. We schrijven beneden. Oké, maar het zal wel. Ja, 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 sorry. Ja, ja. Hij zei er ook nog maar net dan. Sorry. Zal ik dat ik hier niet in mijn bloed staan, hè? Ik moet hier weg. Helemaal in de war. Maar ik was wel degelijk juist op het gelijkvloers. Ja, en nu terug normaal doen, zodanig dat ik niet opviel. Maar ik had schrik dat ik die dame zou tegenkomen aan de receptie. Maar wonder bij wonder was er niemand te zien. Niet die dame, nog een receptioniste. Misschien waren zij gewoon weg met de lift naar boven. Dus heb ik wel een goede keus gemaakt om de trap te nemen. En nu snel weg van die parking. Ik wist even niet wat ik moest zeggen. Ja, die vrouw was ook verschoten natuurlijk. Ja, hoe zou het zelf zijn? Even hier aan de kant zitten. Amai. Allee, godverdomme. Ja, even bekomen. Oh shit. Dat meen. Het vuil. Maar ik mis mijn gsm. Ik zit mijn gsm altijd hier in mijn rechterzak. Mijn gsm. Oh nee. Mijn gsm ligt nog op het bed. Oh nee. Ik moet terug, hè. Ja, ik moet terug, hè.
mijn gsm. Fuck. Shit! Ja, de. Doe het op. Oh, nee. Allee. Is het toch mogelijk? Met die badjes terug binnen te gaan, hè? Of aankloppen. Je moet de gsm terug hebben natuurlijk. Mijn gsm terug hebben. Heel stom van mij om mijn gsm te laten liggen op het bed. En ik had ook niet verwacht dat die vrouw opnieuw kamer 530 zou gekregen hebben. Maar ja, want als er iets niet klopt met een kamer, krijg je toch gewoon een nieuwe. Nee, ik had deze vrouw echt niet verwacht in deze kamer. En zeker wel niet onder de douche. Conclusie van deze video... Het toestel werkt effectief.